Vandaag ben ik bezig met het maken van een reeks ontbrekende tekeningen voor het Wiezenboek. Dit is wel een hele belangrijke, dat is de kerkbrand in Hoek. Een hele iconische tekening eigenlijk, van een heel herkenbaar moment. En het huisje in de avondsfeer met de lampen aan. Aan de verdeling van tekeningen en tekst, dus in de complete layout, moet nog een heleboel veranderen. Leuk is wel dat als je goed kijkt, zie je dat dit op onze molen plaatsvindt. En die molen speelt een belangrijke rol in dit verhaal. En op dit moment zijn ze daar bezig met een of andere recordpoging over dat alle molens in Nederland aan het malen zijn tussen 11 en 12. Dus ik ga er eens even kijken. Luchtgaten in het meel. En dan net als een dobbelsteen, precies ook in het midden. En dan heb je eigenlijk een dobbelsteen. En die hoeft eigenlijk maar 5 stippen. Ja, machtig mooi zo'n molen. Ik ga voor de layout een verandering doorvoeren. Dit concept vind ik veel mooier dan die blokken tekst die ik nou heb. Daar kan ik eigenlijk niet echt iets mee. En zo gaat het worden.